Ja, ik weet het niet hoor, met die excuses. Nee, ik bedoel, of dat nou moet gebeuren, ja of nee. Ja, daar kan je links over praten, kan je rechts over praten. Dat laat ik maar even voor wat het is. Maar het gaat erom de manier waarop Nederland dan zijn excuus wil maken aan Suriname en de Antillen. En dat gaat zo verschrikkelijk onbeholpen, vrienden. En wat zien we hier nou? We zien eigenlijk gewoon een herhaling van zetten. We zien gewoon weer dat het kabinet niks geleerd heeft van pas geleden. Niks geleerd. Want bij de boeren, ja, ik kom ineens met de boeren. Want bij die boeren gebeurde precies hetzelfde. Ook daar ging het kabinet niet in conclaaf met de partijen waar het over gaat. Nee, ze hebben nooit overleg gepleegd, nooit eens gevraagd, hoe denken jullie erover, hoe moeten we dat aanpakken, wat zullen we doen? Niks van dat al. Alles werd door die strot daar in die grote trechter van die boeren geduwd. Ja, en toen kwamen natuurlijk al die boeren in opstand. Die hadden zoiets van, ja, dag. Daar hebben we geen zin in. Nee. En wat zien we nu met dat excuus? Weer hetzelfde verhaaltje. Die duwen gewoon helemaal hun eigen zin en hun eigen wil duwen ze door daar vanuit Den Haag. Aan die mensen in Suriname en die mensen in de Antillen. En die hebben daar dus dan geen zin in, omdat er geen overleg is gepleegd. Nee. Dus, nee. Die mensen krijgen gewoon opgelegd, het gaat zo gebeuren, die en die datum, zo. En die mensen willen niet op die datum. Dus luister dan naar die mensen. En net als bij die boeren, luister naar die boeren. Niks van dat al in Den Haag. En wat hebben we daar dus, vrienden? Wat zien we weer? De arrogantie van de macht. Zo hinderlijk, zo ongehoord hinderlijk. Dat is wat het is. Ze leren niks daar in Den Haag.